Maandagochtend werd de cast van de nieuwe film Torpedo aan de pers voorgesteld. Gilles de Schrijver, Sven de Ridder en Koen de Bouw zijn enkele van hen. De film speelt zich grotendeels af op een duikboot en dat is ongezien in Vlaanderen. Ondanks het toch wel speciale decor is er geen buitengewoon groot budget voor Torpedo voorzien. Ik denk dat we daar in Vlaanderen sterk in zijn geworden en ook in het buitenland daarvoor gekend staan. Heel vaak zeggen mensen toch wel. En wat was jullie budget en wat hebben jullie daarmee gedaan? Echt waar? Wij kunnen daar juist mee koken, alleen de catering van Tom Cruise mee betalen, terwijl we dat zo tegen mij leven. En ik denk dat daar onze kracht ook zit. Ik denk dat dat de kracht is ook van lokaal, nationaal cinema maken. Ik denk dat hier nu ook wel weer het geval is. Dat weten we allemaal wel, dat we natuurlijk wel het veelvoudige daarvan zouden kunnen gebruiken. Maar ondanks dat geloven deze mensen, en iedereen die hier aan tafel zit in dat project. En het is echt een jongensfilm ook, wat mij betreft. Het is een avontuur op allerlei niveaus. De film werd 6 jaar geleden meegeschreven door Sven, de zoon van Karel Huibrechts. De reden dat de film al redelijk lang op de planken ligt eigenlijk, het scenario is al redelijk lang klaar, is natuurlijk ja, dat heel veel mensen dachten dat dat totaal onmogelijk was om te filmen. Het is ook natuurlijk vrij duur. En de mannen van A-Team, die zijn erop gesprongen. En zelfs hen heeft het nog even tijd gekost, maar uiteindelijk zijn ze er toch in geslaagd om budget bijeen te rapen om het te maken. Sven de Ridder is maar wat blij met zijn rol in Torpedo. Torpedo is een jongensdroom die uitkomt. Dit is het soort film waar dat je op de speelplaats vroeger dingen naspeelde van de Amerikaanse films. En nu krijg je een scenario en je leest dat en je denkt, dat is het gewoon. Hiervoor ben ik acteur geworden. Ja, zalig. Sven kijkt enorm uit naar de toch wel speciale opnames die bij de film horen. Wel, het decor dat nu gebouwd wordt is dus eigenlijk zo groot als een echte duikboot. Wat gebeurt er allemaal in? Ja, er komt, zoals in een echte duikboot vroeger was, water dat binnenstroomt, torpedo aanvallen, sonar toestanden, achtervolgingen, Duitsers alles. Het is een pralinedoos die je gaat open doen en altijd, wauw, deze praline, dat nog, dit nog. Ja, ik wil hem zien in de film, sowieso. Vic de Wachter heeft al heel wat spectaculaire dingen meegemaakt op een set. Ik heb al met helikopters gevlogen, ik heb al in een mijn gezeten, ik heb van alles gedaan. Maar in een duikboot heb ik nog nooit gezeten. Nee, dat is heel spannend. We filmen in Weelde in decor. Maar we gaan ook naar Malta, waar er echt een nagebouwde duikboot is. En daar gaan we ook. Nou, dat is allemaal spannend, hè. Gilles de Schrijver is maar wat blij met zijn rol in de film. Van Praag, mijn personage, hoort tot het groepje, het zootje Ongeregeld. Dus samen met Ella June, Koen en Joren vormen wij een soort team die voor elkaar door het vuur gaan. En die worden nu gedwongen om voor het eerst met een duikboot te varen. Dus dat is heel spannend voor iedereen. Ja. Opvallend aan Torpedo is dat de hoofdcast van de film vooral uit mannen bestaat. En dat is volgens Robrecht van den Toren absoluut geen toeval. Ik denk dat dat een beetje eigen is aan het feit dat Wereldoorlog 2 is en aan de missie. Maar dat wil niet zeggen dat er geen emotionele lijnen in zitten die ons tot tranen toe zullen bewegen, hopelijk. Omdat natuurlijk, ja, het is oorlog. Al die jongens hebben ook moeders en eventueel kinderen en relaties. Voor wie zij ook die oorlog voeren natuurlijk. Dus in die zin is het gebrek aan vrouwen niet het gebrek aan een emotionele lijn binnen de film. Wat je zou kunnen verwachten als het alleen maar... Het is niet alleen maar schieten, kloppen, slaan en smijten. Torpedo loopt vanaf 23 oktober 2019 in de bioscoop.